Scheveningen krijgt er een attractie bij, maar dan gaat eigenlijk ook bijna nog een soort van attractie verloren ook eigenlijk, hè, als ik het zo zie. Nou ja, deze, hoe het er nu uitziet, is echt een schande voor Scheveningen. Het grootste kraakpand van Nederland lijkt het. Ja, en daar zijn we niet zo trots op. Het wordt een hotel, naar het schijnt, maar natuurlijk ook toegankelijk voor alle bezoekers die Scheveningen aandoen. Ja, daar komt dan zo'n easy hotel in, maar ja, dan zit je zo meteen met allemaal backpackers, goedkope zuipende Engels en dat soort dingen. Bent u daar dan blij mee? Nee, maar dat zie ik ook helemaal niet gebeuren. Nee? Nee, is ook nooit geweest. Iedereen kon erop en we hebben nooit toestanden daar gehad. Nooit geen nare ding. Nee, echt niet. Ook mensen die wat minder te besteden hebben, zijn hartelijk welkom op Scheveningen. Als jongens en meisjes hier een feestje komen vieren, dan vier ik dat graag met ze mee.